De titel van mijn column is Andere Tijden. Vorige week was er een uitzending op tv van Andere Tijden over de 70er jaren. Dat was voor mij bijna een uur lang een continu beeld van herkenning. Het waren roerige en verwarrende tijden, om het maar eens eufemistisch te zeggen. In het verzuilde Nederland zorgde de politiek voor een tweedeling in de maatschappij. Links en rechts waren allergisch voor elkaar. Er werd flink gedemonstreerd in het land. Tegen van alles en nog wat. Variërend van de Vietnamoorlog, via het recht op abortus, naar het opheffen van de woningnood. Ik moest glimlachen toen ik een groep demonstranten de volgende leus hoorde zingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gooi van 8 in de gracht. Of dit heeft geleid tot vervolging vanwege opruiing, waag ik te betwijfelen. Ook in Nijmegen waren het roerige tijden. Kraken, protestmarsen door de stad, discussieavonden in studentenkroegen, bezettingen van universiteitsgebouwen, de Pearsonrellen. Ze staan in het collectieve geheugen van de stad. Het anarchistische karakter van Nijmegen is niet alleen iets van andere tijden. Links en rechts staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar en laten dat merken ook. Deze keer met een opmerkelijk nieuw instrument, een heus congres. Dat Nijmegen een ideale congresstad is, weet de nationale locatiesite voor congressen als geen ander. Nijmegen is volgens de ronkende aanbeveling op deze site centraal gelegen in het land en Schiphol is dicht in de buurt. Dat dit voor Apeldoorn, Den Bosch, Utrecht of Amersfoort in misschien nog wel sterkere mate geldt, mag de pret niet drukken. Laat de internationale congresgangers maar komen. Op de site staan tientallen congreslocaties in Nijmegen en directe omgeving. Over de Grote Broek geen woord. Dat is een omissie. In ieder geval in de ogen van de Grote Broek zelf. Want op 18 mei wordt hier voor Antifa het Hanni Schaft-congres georganiseerd voor een internationaal publiek. Een heus congres met oortjes met directe vertaling voor buitenlandse congresgangers. Ik heb nooit geweten dat binnen de Grote Broek marketingdeskundigen politieke acties upgraden naar een congres met internationale allure. Als links zoiets doet, dan kan rechts natuurlijk niet achterblijven. Op 11 mei is er een geheel andere internationale bijeenkomst in Nijmegen. De gele hesjes komen dan naar Nijmegen. Of ze komen, is de vraag. Maar de organisatie mikt op minimaal 2500 deelnemers uit binnen- en buitenland. Om dit te bereiken is het inderdaad handig dat Nijmegen centraal in het land gelegen is en Schiphol dicht in de buurt ligt. Via Facebook waren een paar dagen geleden 30 aanmeldingen binnen. Ik kan dat met de beste wil van de wereld geen hoopvol begin noemen, maar de organisatie ziet dat anders. Er is inmiddels een vergunning aangevraagd voor een korte en lange route. Het wordt dus een soort lopend congres in de open lucht, waarbij discussies in de wandelgangen wel heel letterlijk worden opgevat. Het zijn nog steeds verwarrende tijden, met allergische reacties van links en rechts. Over 40 jaar kan er weer een programma gemaakt worden voor andere tijden.